heel belangrijk vanuit de PO-raad dat we ook zorgen dat andere schoolbesturen daar gebruik van kunnen maken. Dus waar we heel erg naar kijken is wat is er nu interessant in deze innovatievraag, zowel op proces als op resultaat, waar andere schoolbesturen iets aan hebben. En dat wordt onder andere gedeeld op Samen Slimmer Leren PO. Dat is een nieuwe site. We hadden Samen Slimmer Leren met ICT. Samen Slimmer PO is het nieuwe kennisplatform van de PO-raad. En daar staan ook de innovatievragen heel uitgebreid op. En hier zie je eigenlijk een kleine preview daarvan. Dus misschien goed om te noemen, we hebben innovatievragen dus op vlak van onderwijs en ICT, maar inmiddels ook op het vlak van anders organiseren. En op deze site vind je dus alle informatie over alle vraagstukken die er momenteel spelen. Ik loop er even in vogelvlucht met jullie doorheen, want we hebben 15 innovatievragen, dus kort is denk ik handig. Viertaal is een bestuur speciaal onderwijs die bezig is om een ontdeklab op te zetten waar slechthorende kinderen zelf zeg maar aan de slag kunnen met ICT. Zij zijn heel erg gebaat bij, zij willen heel erg dat kinderen, zeker doof en slechthorende kinderen, dat zij echt in de maatschappij opgroeien. Dus zij willen ook heel erg de buurt bij dit lab betrekken. Door corona en het afstandsonderwijs hebben zij best wel wat hun vragen iets moeten bijstellen. Zijn ze inmiddels overgestapt op een digitale ontmoetingsplek, waar buurtbewoners en de leerlingen samen kunnen komen. Kwadraten komen we straks wat meer op. Maar is een schoolbestuur die bezig is om echt vanuit kernwaarden te kijken welk portfolio past goed bij ons. Opspoor is een bestuur die bezig is om te kijken naar strategisch HRM. Ik ben met ICT bezig, maar wat betekent dat nu echt voor de kernkwalificaties van de leraar en de vaardigheden van de leraar? Verandert daar nu ook iets in? Waar is ICT aanvullend en misschien soms wel waar is ICT vervangend? SBO Venray is een bestuur die zich heel erg richt op nieuwe technologieën, gebruik van AI. Dus hoe kun je nog slimmer gebruik maken van datastromen in het onderwijs, maar ook in de organisatie. Heliomare gaan we straks ook iets meer over horen. Die inventariseert dus ICT-tools voor dreigende thuiszitters. Dynamiek is een schoolbestuur die bezig is met digitaal adaptief leermateriaal en die bezig is met sociale innovatie. Dus te kijken hoe kunnen schoolleiders nu in de volle breedte binnen Dynamiek een visie op dat adaptieve digitaal leermateriaal ontwikkelen, zodat ze dat allemaal binnen hun school op een goede manier kunnen inzetten. SSPOA is echt een onderzoeksvraag, gaat heel erg over hoe kunnen we aanbod uit de regio metadateren en integreren in onze leren en werken. Zij zijn daar al wat verder in. Ze zijn binnen de innovatievraag, hebben ze een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van die integratie van het onderwijsaanbod. Stichting Boer, een groter bestuur in regio Rotterdam, is bezig met digitale geletterdheid van medewerkers. Wat heb je nu nodig als leraar om digitale geletterdheid te integreren? Het curriculum komt er natuurlijk aan, herziening, maar ook daarbij zien we ook de kansenongelijkheid die speelt. Dat digitale geletterdheid een belangrijke rol daarin kan spelen. Ondersteuning vanuit school, dat is inmiddels wel bekend. En zij willen daar graag op inspelen. Stichting Jong Leren is inmiddels ook al een vraag die is afgerond. Richt zich ook heel erg op digitale geletterdheid in het taalonderwijs. Maar gaat ook heel erg over, maakt heel erg gebruik van onderzoek. Dus waar zit nu de link tussen geletterdheid en digitale geletterdheid? En hoe kun je dat dus echt op een effectieve, onderbouwde manier integreren in het curriculum. En de laatste zes, Kerobij is een bestuur die bezig is met het grote en belangrijke onderwerp privacy. Dus hoe kun je Google Ads, hoe kun je zorgen dat die veilig en verantwoord, dat die worden ingezet. En zij zijn bezig om een overzicht te creëren van deze veilige apps. Om het allemaal wat handiger en slimmer en sneller in te richten. LEF is een bestuur, is bezig met ook portfolio management, maar is heel erg bezig ook met ouderbetrokkenheid. We willen heel erg graag dat ouders veel meer ook
weten, zien, betrokken zijn bij het leerproces van leerlingen. Dus ook zij spelen een belangrijke rol bij dat proces. Best onderwijs is een labvraag waar echt de leerlingen aan het roer staan. Dus de leerlingenraad kijkt hierin ook heel erg mee. En zij willen dus ook een ICT-lab opzetten waar het ondernemerschap bij leerlingen wordt gefaciliteerd, gestimuleerd. Haagse Scholen is een bestuur in Den Haag en is bezig met bewegend leren met ICT. Dus met het werken met een active floor, maar ook in de volle breedte het ontwikkelen van een visie op bewegend leren met ICT. Hoe doe je dat nu op een goede manier? PSU Willebeurt is een bestuur in Utrecht en is bezig om een groter lab te ontwikkelen. Het moet echt een soort broedplaats, haven worden voor de hele gemeenschap, Utrechtse gemeenschap. En waarin zij ook heel graag de samenwerking willen aangaan met private partijen. Dus hoe zorg je nou dat dat op een goede manier gaat, dat dat op een verantwoorde manier gaat. En dat het echt een ontmoetingsplek wordt waar die digitale geletterdheid heel erg onderzocht en uitgeoefend wordt. En de laatste, Lucas Onderwijs, is ook bezig met de integratie van een leerlijn digitale geletterdheid. Is heel erg een voorbeeld van een traject wat heel erg intensief op één school wordt uitgevoerd, om van daaruit door meerdere scholen te worden overgenomen. Dan wil ik nu het woord geven aan Rick, projectleider van Helion Mare, en aan Jan. Dan gaan we even schakelen met die techniek, want dat is... Ik ga even stoppen met delen. Dat kan ik als het goed is doen. Ja, en dan wil ik Jan het woord geven. Kijken of dat lukt. Ik kan Jan even nog niet. Even kijken. Ja, dat is dan een goede vraag. Ik wil eigenlijk even Jan op het scherm. Zodat wij een paar interessante vragen kunnen stellen. Maar er gaat iets met de techniek niet helemaal goed. Nee, ik krijg net een berichtje. Ik kan het niet aanzetten. Dat is erg jammer. Ik ga even door met mijn verhaal. Ondertussen hoop ik dat techniek een oplossing verzint, zodat we Jan wel kunnen zien en spreken. Dat zou heel fijn zijn. Ik ga nog even door met mijn verhaal. En hopelijk zijn we zo. Even kijken. Ja, ik zie het in de chat ook. Ik zie Jan moet op request for broadcast klikken. Dat kan hij doen als het goed is. Het is wel spannend, is dit. Ja, waar staat dat? Dat staat als het goed is achter jouw naam, Jan. Dus als jij op jouw naam staat, dan zie je 3 puntjes. En als het goed is, als je daarop klikt, dan zie je... Ik zie weer wat anders. Maar dan zie je request to broadcast. Nou, we gaan het even... Er zijn ondertussen wat tips en tricks komen voorbij in de chat. Maar er gebeurt even nog niks. Ah, kijk. Ik zie wat gebeuren. Dit is wel spannend hoor. Oh. Alleen nog even de camera aanzetten. Even kijken, kan ik dat... Ja. Yeah. Ja, hij zegt camera of inderdaad, maar hij reageert niet.
Als ik de camera en de microfoon aanzet, dan vlieg je eruit. Ja. Ja, dat is wel een beetje jammer. Want dat is natuurlijk wel heel leuk geweest om jou te zien, Jan. Ja, dat is het minst interessante deel, hoop ik. Ja, nou ja, het is een beetje improviseren. Zo, ik denk dat dit kenmerkend is voor deze tijd ook met het afstandsonderwijs. En ook weer dit soort nieuwige, zeg maar, manieren van webinars organiseren. Soms werkt het heel goed. En soms is het nog even een beetje zoeken. Maar, nou, weet je, we praten onszelf er gewoon doorheen. Hoi Jan. Hey. Ja. Zou jij jezelf willen voorstellen? Ja, ik ben, mijn naam is Jan van der Veen. Ik ben bovenschoolse ICT-coördinator onderwijs en innovatie bij Quadraten. Quadraten is een stichting van 35 basisscholen in de provincie Groningen. En ja, in mijn functie ben ik dus projectleider van de innovatievraag. Ja, en we hadden een poosje geleden hadden we een heel interessant, leuk gesprek. Want jij bent er ook wel, je weet er veel van. Het innoveren, veranderen, je loopt al enige tijd mee. onder andere bij Quadraten. En dat deze tijd heel bijzonder is, dat spreekt natuurlijk voor zich. Hè? Die enorme urgentie dat iedereen nu in één keer digitaal moet gaan leren en werken. En dat is natuurlijk een unieke situatie. Dat is eigenlijk bijkomend als het gaat om jullie vraagstuk, want jullie vraagstuk lag er al. Maar ja, veranderkundig gezien zijn er eigenlijk, zeggen we ook wel eens, in zo'n innovatieproces, je hebt altijd een kiem en een angel, zeg maar. Daar kregen we het een beetje over. En de kiem houdt in, er zit altijd een soort van belemmerende factor, waardoor je denkt, ai, het gaat net iets minder dan dat ik zou willen. Net andersom, de angel en de kiem, daar zit eigenlijk de groei en de mogelijkheden en daar zitten de kansen wat betreft het innoveren. En zou jij daar wat meer over kunnen vertellen, over die kiem en die angel, hoe jij dat ziet, hoe dat bij Quadraten gaat op dit moment? Ja, ik ervaar het gewoon in de praktijk. Ja. De angel zit hem eigenlijk al een beetje in het thema van deze conferentie ook, flexibilisering. En digitalisering, eigenlijk is het een dubbele innovatie. Want flexibilisering betekent eigenlijk dat de leerkracht meer in regie komt. Dus we gaan wat weg bij het uitvoeren van methodes. En we zeggen als we die onderwijsomgeving echt op het kind willen afstemmen, dan moet die leerkracht de regie terugkrijgen. Ja. Maar dat betekent ook eigen keuzes maken. Dat betekent ook dus veel meer in die inhoudelijke setting rondom de leerling, kennis hebben van hoe je dat nou doet. Dus dat is op zich al een innovatie. Ja. En er komt nog eens een keer digitalisering bij. En ik denk dat we in de afgelopen maanden gemerkt hebben dat we heel veel digitale competenties hebben opgedaan. Ja. Maar dat het nog een extra uitdaging is om digitaal werken goed aan goed onderwijs te verbinden. Ja. Ik kom net uit de sessie van Barend Last over blended learning. Ja. Allemaal straks terugkijken, heel erg de moeite waard. Maar die geeft ook aan dat digitaal onderwijs geven kansen biedt. Maar je moet het wel goed doen om het te verbinden aan goed leren. En dat was bij ons ook de angel, dat we dus proberen om twee innovaties uit te voeren. Maar dat dat best lastig is in een bestaande praktijk. Ja. En het gevaar is dan dat je cosmetisch gaat innoveren. Dat wil zeggen, je kiest voor een product of je stelt je voor hoe het eruit moet gaan zien en dat ga je dan een beetje improviserend inrichten en dan denk je dat je er bent zonder dat je het onderliggende proces goed hebt ingericht. Ja. Dat was bij ons de angel. Ja, de quick wins en niet zozeer kijken naar wat ligt er nu onder en wat hebben we nu echt nodig, zeg maar. Nee, en ook, ja. Dat was tegelijkertijd ook de aanleiding van het probleem. Een directeur die tegen mij zei van we zijn druk bezig om te kijken hoeveel we iets met digitaal portfolio in onze school kunnen. We maken vorderingen, maar we hebben ook het idee dat we in een koker zitten. Dat we eigenlijk niet voldoende diepgang krijgen. En hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Ja. Ja, en jij noemde ook in dat eerder gesprek van hè, dat hoe langer jij eigenlijk met de ICT bezig bent, hoe meer je er vanuit ook achter bent gekomen hoe dat het echt over het onderwijs gaat, maar ook over de cultuur, zeg maar, in een organisatie. Kun je daar nog iets over vertellen?
Nou ja, dan kom je dus in feite bij de kiem. Als je over onderwijs in de klas praat, dan heb je het altijd over relatie, competentie, autonomie. He, die relatie met medeleerlingen, met leerkracht, die zorgt ervoor dat je kunt gaan leren, dat je meer competenties krijgt. En doordat je meer competenties krijgt, dat je ook autonomer kunt opereren. Eigenlijk geldt dat voor een school en voor een organisatie ook. Ja. Soms denk ik wel, scholen of leerkrachten vinden autonomie een soort tweede secundaire arbeidsvoorwaarde. Terwijl ik denk, nee, autonomie, dat krijg je als je dingen leert waarbij je zelf inhoud en vorm kunt geven aan hoe je onderwijs wil geven. Ja. En als je daar anderen bij kunt gebruiken, als je daarbij in de relatie en verbinding met anderen kunt gaan leren, dan is dat een winsituatie. En dat merkten wij ook, want ja. Het verhaal wat die directeur mij vertelde van, ja, ik heb het idee dat ik in een koker zit, we krijgen een onvoldoende verdieping en we hebben nieuwe inzichten nodig. Toen we dat deelden in de stichting, toen waren er 18 scholen die zeiden, dat vinden wij interessant. Daar willen wij wel over meedenken. Nou, toen kwam corona en uiteindelijk bleven er 12 over. Want ja, dat betekent ook dat het project volledig digitaal moest. Maar we zijn wel met 12 scholen van start gegaan. En met het als uitgangspunt dat alleen kunnen we misschien sneller, maar samen doen we het beter. Ja, ja, een hele mooie kiem. Ja, heel mooi. Ja, ik ben heel blij dat we toch nog even zo aan ons vraaggesprek toe zijn gekomen. Ik zie dat de klok flink doorloopt. Dus ik ga richting afronding. Ik kan helaas, Rick wilde ik ook heel graag nog aan het woord laten. Een projectleider dus bij Heliomare heeft een ontzettend waanzinnig interessant traject. Wat gaat dus over thuiszitters. Ja, wij wisten niet bij voor. Toen we deze innovatievragen startten, dat we met heel veel thuiszitters op een bepaalde manier zouden komen te zitten. En wat zij doen binnen hun vraag is dus heel erg kijken naar waar hebben ICT-tooling echt nu een meerwaarde, ook op het sociaal-emotionele vlak. En zeker met voor leerlingen in een speciaal onderwijs die ook echt extra ondersteuning nodig hebben. Dus heel jammer dat ik daar nu even niet aan toe kom. Maar dat komt ook omdat we dus richting afronding gaan. En ik wil jullie heel graag nog wel even meenemen ook in de toolbox die we vanuit de innovatievragen gaan maken. Ik ga toch weer even proberen om mijn scherm te delen. Dus dan betekent het waarschijnlijk, ik weet niet Jan of jij in beeld blijft. Maar ik ga even voor het laatste gedeelte ga ik hem delen. Yes, want zoals we net Jan aan het woord hadden, zo merken we gewoon dat alle projectleiders en alle innovatievragen, die hebben gewoon ontzettend veel geleerd als het gaat om innovatie. Vandaar dat we al die inzichten willen gaan bundelen, zijn we al aan het bundelen en die verzamelen in de innovatietoolbox die in maart gaat verschijnen. Dat is een verzameling van alle inzichten die we hebben opgedaan tijdens de meetups. Meetups zijn bijeenkomsten die we voor de projectleiders en procesbegeleiders hebben georganiseerd gedurende het traject van de innovatievragen om echt die veranderkundige tooling te krijgen. Dus hoe doe je dat nu echt innoveren? Hier zag je nog van zoals we fysiek zijn samengekomen met ons team en de projectleiders samen. En op een gegeven moment zijn ook wij, hebben wij de omslag gemaakt naar de digitale meetups natuurlijk. Wel met dezelfde energie. Dus dat is wel heel fijn hoe al die meetups zijn gegaan. En tijdens die meetups zijn er drie verschillende aanpakken centraal gezet. Design thinking, onderzoekend innoveren en veranderkunde. Nou, als jullie daar meer over willen weten, dan kunnen jullie dus naar Samenslimmer PO. Vanaf maart wordt daar dus meer over, staat er dus een innovatietoolbox. Waar het op neerkomt is dat je verschillende manieren van innoveren hebt. Dus je hebt productinnovatie, procesinnovatie, sociale innovatie. En afhankelijk van het type innovatievraag dat je hebt, kun je een ander type aanpak. Het is logisch om een ander type aanpak te pakken. In die innovatietoolbox zie je de tooling die de projectleiders ook hebben gekregen. Dus het innovatievraag canvas en het monitoringscanvas. En er staan dossiers in met alle inzichten die de projectleiders dus tijdens de meetups hebben meegekregen. Dus er is een dossier over design thinking. Het
heel erg gaat over als je een nieuw product gaat ontwerpen of maken samen, waarbij we hebben gebruik gemaakt van de expertise van Janne Vereiken, ziet u rechts onderin. Dossier onderzoekend innoveren, hoe kun je een erg goed onderzoek, praktijkgericht onderzoek gebruiken om beweging in een organisatie te bewerkstelligen. Anje Ros heeft ons daar heel veel over geleerd. En tenslotte veranderkunde, sociale innovatie, hoe krijg je nou draagvlak in een organisatie, hoe kom je tot een lerende cultuur samen. Daarin heeft Marco de Witte ons heel veel geleerd. Nou, die lessen die gaan we op die in die innovatie toolbox met jullie delen. Dus ik ga er ook van uit dat jullie de presentatie even kijken. Ja, ik ben er weer. Even zoeken. Ik ga ervan uit, iedereen krijgt gewoon zijn presentatie. En heel veel dank voor jullie aandacht en heel veel innovatieplezier. En hij komt zeker online. Ik heb nu net tijd om even naar de chat te kijken, maar hij komt zeker online. Dank jullie wel voor het luisteren. En mocht je vragen hebben, dan kun je mij ook altijd nog even mailen. j.kappert@poraad.nl. Dus dan kunnen we nog even wat persoonlijker verder praten. Ik krijg gewoon een extra minuut, zie ik. Even kijken, zijn er nog vragen? Alles is dus te vinden op Samen Slimmer PO. Hoe kun je gebruik maken van, heb je toegang tot de inzichten, ervaringen en opbrengsten van innovatievragen? Ja, dus het is heel goed om te weten, alle innovatievragen hebben een eigen pagina, met daarin dus alle procesinzichten en ook elke innovatievraag heeft ook een eigen resultaat. Het proces van Stichting Leren, Lisette Nijssen als projectleider, die heeft bijvoorbeeld net een hele mooie wiki-reis opgeleverd, waarin wordt uitgelegd hoe je digitale geletterdheid kunt integreren in het curriculum. En zo kun je heel veel mooie dingen daar vinden. Dus ik zie nu dat ik in mijn overtijd zit. We gaan afronden. Dank jullie wel voor jullie aandacht en een hele fijne dag.